Sylvia Vleugen, wethouder, met ingang van 2 november aanstaande in Winterswijk. U heeft al aangegeven in eerder radio-interview bij het Visselingenland uitgezonden dat u een groot hart heeft voor het verenigingsleven. En juist dat is iets wat, laten we zeggen, onder druk staat door de bezuinigingen van de gemeente Winterswijk. Tegelijkertijd treedt u aan op het moment dat de begroting al is vastgesteld. Wat is dat gegeven voor u als u kijkt naar uw toekomstige wethouderschap? Nou ja, natuurlijk de reuring die er nu is, dat maakt me wel zorgen. Ik had deze begroting ook kunnen verdedigen. Dan was ik aan het begin van de vergaderingen geïnstalleerd op de raad ermee akkoord gaat. Maar dat wat ik verdedig wil ik ook graag zelf een inbreng in hebben. En daar was ik te laat voor in beeld in Winterswijk. Maar ja, natuurlijk jeuken mijn vingers om te kijken van wat kunnen we hier nog doen om de pijn te verzachten. En zoals ik ook in het radio-interview heb gezegd, ik wil gewoon met mensen in gesprek. Wat betekent dit voor hun club? Hoe kunnen we samen naar een oplossing werken? Ondanks dat de gemeente Winterswijk gewoon minder middelen heeft. U heeft al aangegeven dat u kennis heeft gemaakt met de andere collegeleden. Kennen zij deze opvatting van u ook? Dit is niet zo letterlijk aan de orde gekomen. Maar ze hebben er zelf ook moeite mee dat dit nu in de uitwerking moeten we gewoon ook kijken van hoe, hoe kunnen we het, wat ik net zei, de pijn verzachten. En wat is er nog te repareren? Als u vooruitkijkt naar de toekomst, de samenwerking in het college, wat zijn uw verwachtingen daarvan? Wat ik hoop is dat we gewoon er samen ontzettend voor willen gaan. En die eerste indruk heb ik wel. Want anders had ik natuurlijk geen ja gezegd. Ik zei tegen Elvira, is ook een ex-handbalster, heb ik me laten vertellen. En dat ben ik ook. Als je handbalt, dan moet je elkaar gevraagd en ongevraagd ook rugdekking geven. Maar elkaar ook vooruit in de aanval, helpen. En zo zie ik dat ook in het college. Vanuit ieders eigen achtergrond, kennis en ervaring kun je in zo'n team van burgemeesters, 4 wethouders en de gemeentesecretaris zit daar vaak ook bij, die natuurlijk de organisatie aanstuurt, kun je elkaar heel goed versterken. En als die intentie er is, en die heb ik heel duidelijk gevoeld, dan kunnen we samen hele mooie dingen doen voor de inwoners van Winterswijk.